Dat heeft ze top geleerd. We hadden op zichzelf een goed gesprek. Ik heb aangegeven dat ik bereid ben, de anderen zijn dat ook, om in deze samenstelling verder te praten. We hebben ook wel benoemd naar elkaar dat er natuurlijk grote verschillen zijn. Dat er grote verschillen zijn. En de verkenner zal binnenkort, ik dacht begin volgende week, ook verslag uitbrengen aan de Kamer. Ik heb gezegd dat ik bereid ben verder te praten, maar we hebben ook allemaal naar elkaar aangesproken dat de politieke verschillen tussen deze partijen natuurlijk fors zijn. En dat is bekend. Ik heb het CDA geadviseerd om op basis van het gesprek wat wij nu hadden een informateur aan te laten stellen. Waren er voldoende overeenkomstige punten om door te praten? We beseffen dat de inhoudelijke verschillen groot zijn, maar tegelijkertijd is ook het besef er aanwezig om het van belang is om met deze vier partijen een volgende fase in te gaan om te kijken of die inhoudelijke verschillen te overbruggen zijn. Viel het mee met GroenLinks? Dit was gewoon een gesprek wat ook met de vier was en wat mij betreft met de vier ook gelijkwaardig. Dank u wel. Dat was een prima gesprek. Ja. Het is nog wel het nodige te doen, maar dat zie ik wel met vertrouwen tegemoet. U denkt dat het goed komt? Nou ja, luister eens, dit zijn de eerste gesprekken om te kijken of we kunnen beginnen. Wat mij betreft, ja. Tegenstellingen zijn niet zo dusdanig dat er mensen zijn die eraan twijfelen. Helemaal geen twijfel gevallen? Nou, het zal er nog moeten blijken, maar vooralsnog een belangrijke stap weer gezet. Ik heb aangegeven dat GroenLinks bereid is om de gesprekken verder aan te gaan. Om te kijken of we de grote inhoudelijke verschillen die er zijn, of die te overbruggen zijn. Je hebt het dus vertrouwen in dat die te overbruggen zijn, want anders begin je niet aan. Nee, ik heb onze bereidheid aangegeven om te kijken of we die verschillen kunnen overbruggen. Die verschillen waren groot, verschillen zijn na vandaag nog steeds heel groot. Maar we gaan kijken of het ons lukt om die te overbruggen. Maar hebben ze iets aangegeven bij ze dat willen bewegen of niet? Of ze dat wel of niet hebben aangegeven, dat zult u aan hen zelf moeten vragen. Wat voor mij belangrijk is, is dat ik vind dat wij als GroenLinks de plicht hebben naar onze beweging en naar de kiezers toe om te kijken of we onze idealen kunnen realiseren en of we daar meerderheden voor kunnen vinden. Daarom gaan we het gesprek aan. Ziet u het als een plicht of ziet u ook echt mogelijkheden? Ik zie het als een verantwoordelijkheid. En natuurlijk zie je dan ook mogelijkheden. Maar of we eruit gaan komen, dat gaan we de komende tijd zien. Ja, want waar ziet u die mogelijkheden? Ja, ik heb aangegeven welke onderwerpen voor ons van belang zijn. Het gaat over het aanpakken van klimaatverandering, het zorgen dat de ongelijkheid wordt teruggedrongen en een humaan vluchtelingenbeleid.